Camarilla is een app, toch? Ja, een app. En een plek waar je dus je foto's plaatst voor je 15 beste vrienden. En waarbij alle interactie 1-op-1 is. En dan? Nou, dat is het eigenlijk. Je plaatst dus jouw privéfoto's. Moet je die de hele tijd plaatsen of worden ze automatisch geüpload? Nou je selecteert ze en die plaats je. Dus het is niet per se delen en zenden. Het is je selecteert de foto die voor jou leuk is om te delen met jouw meest dierbare. En die plaats je op je Camarilla. En men ziet die wanneer het hen uitkomt en iedereen reageert op zijn of haar manier, omdat niemand meeleest. Dus mijn moeder reageert, heeft gegeten de verjaardag van je opa niet. En mijn beste vriendin die vraagt of er nog leuke kerels zijn. Dus het is juist heel privé, zeg maar? Ja, heel privé. Ja. Dan krijg je andere soorten gesprekken? Ja, je krijgt zeker andere reacties, omdat niemand meeleest. Als mensen meelezen, zou het toch wat meer gecensureerd zijn. Dus hier kun je best wel vrij bewegen. En eigenlijk interactie hebben zoals je die normaal ook met je beste vriend of vriendin hebt. Ja. En hoe lang bestaan jullie al? We zijn afgelopen jaar gestart. En per december zijn we live gegaan met een testversie op alleen een iPhone. En die is op dag 1 zaten we in 34 landen. Inmiddels net, normaal zaten we op 92 landen, maar net hebben we een 93ste land erbij gekregen. Dus dat is heel leuk. Qua downloads bedoel je? Qua downloads. Hoeveel downloads? Daar zeggen wij niet heel veel over, maar we hebben wel 10.000 actieve gebruikers per dag. Downloads geven we nu nog niet vrij, omdat Android nog niet af is. En dat is voor ons echt heel belangrijk. Want we hebben alleen iOS en we zitten nog in een testfase. Dus we hebben een enorm grote testpool. Maar zit eigenlijk een beetje in beta-fase. Ja, volledige beta-fase. En zodra dadelijk Android af is, dan zijn we officieel live. Dus we gaan eind april gaan we pas officieel live. En hoe ziet het team eruit? Wie zijn jullie? Waar zijn jullie? We zijn 5 oprichters, waarbij de meeste oude directeuren van de Bing Bank zijn. Ook de technische directeur en later technisch oprichter van Brand New Day. Dus het zijn wel jongens die heel lang al het ondernemerschap kennen. En die in totaal nieuw avontuur samen met mij ook gestart zijn. Inmiddels is ons team uitgebreid naar 11 man. Dus we hebben voornamelijk onze teamuitbreiding in development en in testen van de software gestoken. Wat is jullie grote droom? Waar staan jullie over 5 jaar? Nou, dat iedereen sowieso een Camarilla heeft. Iedereen? Iedereen. Een paar miljard? Nou, iedereen heeft eigenlijk ook een Camarilla, want iedereen heeft een inner circle. Het zijn gewoon jouw 15 mensen waarbij je 3/4 van je social time spendeert. En men is zich daar bewust van of niet bewust. En wij proberen eigenlijk je een beetje meer bewust te maken dat, en je een beetje te helpen om jouw tijd echt te spenderen in kwaliteit met dus de mensen die er voor jou toe doen. Ja. Dus groot worden, dat is wel jullie droom? Groot worden door klein te blijven, ja. Ja. The world's smallest social network. Dat is... Komen jullie uit Amsterdam? Ja, kom maar dan Amsterdam. Ja, we hebben ook een kantoor in New York, dus het New Amsterdam. Zoeken jullie mensen? Zoeken jullie geld? Wij zoeken mensen, talenten. Voornamelijk op development zijn we altijd open voor. Mensen die veel met... C++. Nee, niet C++. Dat eigenlijk wel. Maar we bouwen in Xamarin, dat is een compiler. Maar iedere developer is bij ons welkom als hij maar een beetje open staat voor... meegroeien met alles wat met mobile te maken heeft. Leuk, dankjewel. Dankjewel.